Alla beste vrienden, dat God, dat de geest van de levende God, de geest die de Heer Jezus Christus heeft opgewekt, dat Hij over u komt op dit moment en u ook opwekt, zodat u kan leven. Om de wil van God te doen hier op aarde, zolang u leeft. Dat is mijn gebed. En natuurlijk heeft het het amen van onze Heer Jezus Christus. Want Hij, de Heer Jezus Christus zelf, was het voorbeeld van de dienaar. De perfecte dienaar van de Vader. Zo perfect, zo perfect was hij dat hij leefde, dat hij geleden heeft, gekweld werd, pijn had, terwijl hij de wil van de Vader deed en hij wilde altijd de wil van de Vader doen. Toen hij zei, laat deze beker aan mij voorbij gaan was hij op het hoogtepunt van zijn leed in pijn. Want op dat moment zou de Heilige Geest hem verlaten, zodat hij alleen kon zijn en die levende wezen, dat lam kon zijn, dat op zich zou nemen de zonde van de gehele mensheid. Zodat hij de mensheid daardoor kon redden. Dus beste vriend en vriendin, Jezus, op dat moment zei Hij: Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Echter, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Dus dat God in de persoon van de Heilige Geest neerdaalt over u. En van u een instrument maakt, zodat Zijn wil gedaan kan worden hier op aarde, in uw leven, in uw sociale kring, in uw familie, waar u zich ook mag bevinden, dat u Zijn wil zal doen voor de glorie, aanbidding en eer en voor de heiliging van Zijn naam. Goed. Over de wil van God gesproken. Kijk wat de Heer Jezus zegt tegen degenen die zich christenen noemen. Degenen die het zijn en degenen die beweren christenen te zijn. Maar hij spreekt tot alle christenen. Hij spreekt tot degenen die in hem zeggen te geloven. Dus u kunt een evangelische christen zijn, katholiek, spiritist, een spiritualist, wat uw religie ook mogen zijn. En u beschouwt de Heer Jezus als de eerste in uw leven. En u heeft geloof in Hem. Dan is deze boodschap voor u, voor mij, voor ons allen. Voor allen die zich een christen noemen, hij zegt zo: Niet iedereen die tegen mij zegt: 'Here, here.' Dus wie een christen is, of wie zich een christen noemt, zegt altijd: 'Here, Heren Jezus.' Maar hij zegt hier: 'Niet ieder, niet iedereen die tegen mij zegt: 'Here, heren. Zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Het Eeuwige Koninkrijk. Bereid voor degenen die van Hem houden. Niet in ieder die tot mij zegt, Heren, Heren, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de Hemelen is. Denk hierover na. En de wil van God doen. is niet het evangelie prediken. zieken genezen. bezetenen bevrijden. liefdadigheid verrichten. een kerk hebben. nee, het is veel meer dan dat. Dat is onbetekenend. Dat zijn slechts de grondbegripselen. De wil van God doen. is leven. een karakter hebben. volgens het karakter. Waarop de, manier, waarop de Heer Jezus hier heeft geleefd op aarde. Hij deed de wil van God. Dus hij leefde een leven dat rechtvaardig, oprecht, rein was, Godvrezend. Dus wanneer een persoon een leven leidt dat ver is van de zonde, ver van de prostitutie, van de overspel, ver van diefstal, leugen. Wat onrechtvaardig is, wat vies is, wat corrupt is, ver van hetgeen dat tegen de gerechtigheid van God is, dat correct, rein, goed is. Dus wanneer de persoon een leven leidt om God te behagen, dan zal dat leven van die persoon garanderen. Het geloof om God te dienen met een leven dat correct, oprecht is en heilig, dat is de wil van God doen. U kunt de wil van God doen in uw huis, in uw werk, op school, waar u zich ook mag bevinden. En de wil van God is dit. Dat wij zijn voorbeelden hier op aarde zullen zijn. Want God is rechtvaardig. Totaal rechtvaardig. Dus wie Hem volgt, wie Hem heeft als Heer, wil rechtvaardig zijn, wil perfect zijn, wil slechts Zijn wil doen. Voor dit doel is de Heilige Geest gekomen. God geeft de Heilige Geest voor degene die werkelijk Zijn wil willen doen. Want alleen de Heilige Geest leidt ons. Tot de waarheid. Alleen de Heilige Geest leidt volgens de wil van God. Dus u heeft de Heilige Geest nodig. Wij hebben de Heilige Geest nodig om ons te leiden, zodat wij de wil van onze Vader kunnen doen. Goed, denk hierover na. Misschien heeft u de Heilige Geest gezocht en heeft hem nog niet ontvangen. Maar wat is het doel waarvoor u de Heilige Geest wil ontvangen? Wilt u macht hebben, wilt u veroveren, wilt u overwinnen, daar, daar is hij niet voor. De Heilige Geest komt, zodat de wil van de Vader gedaan zal worden in ons levens, hier op aarde. Dat God u zegenen en tot morgen in Jezus naam. Amen.